Ja, Joost, het is weer zover. We gaan beginnen. Hoppa, ja, lekker. We zijn bij aflevering 20. In het nieuwe jaar, hè? In het nieuwe jaar. Uh, we zeggen aflevering 20, maar is dat niet gewoon aflevering 2? Nee, we tellen gewoon door. Tel je door? Aflevering 20 van Tuinierkwartier. Van harte welkom, iedereen. Welkom. En vandaag hebben we natuurlijk een gast. We gaan het vandaag hebben over planten. En uh, we zijn uh, vandaag aan het begin van de keten. Dirk Warmerdam, van harte welkom van Planta Centrum uit de Beeld. Dankjewel. En uh, we gaan zo meteen met jou praten over ja, hoe je kwaliteit herkent, waar onze planten vandaan komen. En uh, nou ja, jij bent echt de kenner wat dat betreft. Dus we gaan je helemaal uitvragen en uh, zorgen dat iedereen weet waar die op moet letten als je zo meteen weer planten gaat kopen in het voorjaar. Maar we beginnen natuurlijk met het tuinmoment. Hey. ja zeker zeker uh, ja ik moest wel ik moest wel lachen want uh, Dirk kwam hier binnen en we vroeg uh, he, van de, uh, wat vond je van de vorige afleveringen ja, hartstikke leuk hij had alleen wel gelijk even een puntje wel dus, ergens uh, gejokt, hè? Ja, ja ja we hebben ja maar dat vind ik heel fijn als mensen gewoon kritisch zijn dus dat mag uh, bol en Knolle deel, en Dirk ja nou Kom er even in ja nou ik heb ik heb je ook uitgelegd inderdaad waar de uh, wat, wat, wat de reden is dat ik dat opmerkte. Uh, ja, ja, ja. Ik ben zelf van origine, uh, van huis uit een, uh, een bolle kwekersfamilie. Uh, mijn moeder is destijds een keer uitgenodigd uh, voor een lokaal radioprogramma. om uh, het verschil tussen bol en knol uit te leggen. En ze liep toen vast omdat ze het verschil niet wist. En toen ik jullie daar zo over hoorde praten, toen, uh, ja, toen, toen viel dat gelijk op. viel natuurlijk, dat natuurlijk gelijk op. <laughs> dus ik zal het even aangeven. Maar het verschil tussen een bol en een knol is inderdaad. Een knol is massief uh, van structuur. en een bol heeft rokken, zoals een ui. Ja. Helemaal helder. Nou ja, dankjewel. Bij deze. <laughs> ja, 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 precies. Bij deze ja, we moesten gezet. erop lachen. Ja. Uh, dankjewel. Uh, ja, tuinmoment. Ja, langzaam gaan we naar het, uh, toch naar het voorjaar werken. Ja, wat, wat doe jij in de tuin op dit moment? Ja, aanleg. We zitten echt volop in de aanleg. Uh, hopen dat de winter nog even weg blijft. Zoals vorig jaar, da daar teken ik voor. Gewoon, ja, vorig jaar heeft het drie weken gesneeuwd. Ja, perfect. En daarna warm water regelen. <laughs> maar dan kan jij toch niks doen als het sneeuwt? Ja, sneeuw gaat nog redelijk. Uh, maar toen echt die, die ijs dat we echt hebben, dan waren we dicht. Maar dat vind ik helemaal niet erg. Dan zijn we even een weekje dicht, even van het ijs genieten. En daarna was het ook gelijk weg. Dus dat was, ja, ik vind het wel ideaal. Ik ja. hou wel echt wel van de winters. Maar de winter is voor jou vooral een moment om tuinen aan te leggen. Ja. Dan kan je terrassen aanleggen, de structuur van de tuin bepalen. Ja, alles wel. Alles op de, op de beplanting na eigenlijk. Mm -hmm. Dus daar, daar zijn we ook echt wel heel druk mee. Uh, wat ik wel even mee wil geven, we zitten bijna tegen februari aan. Er zijn meestal die, die eerste mooie dagen zijn er al. En wacht echt nog even met in de tuin werken. Even temperen, even geduld nog. Want uh, al het jonge verse blad, dat is nog zo fragiel. En dan gaat het echt nog wel vorst aankomen. Dus dan is dat gelijk uh, gelijk weg. Dus probeer dat allemaal een beetje in te houden. En niet, niet mesten. En, uh, zeg dat goed, Dirk? Um, nou ja, mesten. Um, kijk. Um de bemesting gaat vaak pas. Uh, ja, als de bodemtemperatuur, wat hoger, als de bodemtemperatuur is. wat hoger wordt. Ik heb jou al eerder wat over uh, gras ook horen vertellen. Je hebt natuurlijk najaarsmest en voorjaarsmest. Maar. Ja, ik ben het in principe met je eens. Als je de groei. en de temperatuur op een gegeven moment. Uh, van die naart is dat. dat je het gewas ziet groeien. dan ga je het bemesten. Ja, en zeker met. Uh, ja, als dat in februari dat gebeurt wel eens. Hè, dat het ja. dan echt wel warm is. Ja, en daar ben ik toch wel heel voorstander van. Heb, heb nog even geduld. Ja, even ja. wachten nog tot het. Uh, ja, maart, wordt april. Ook. En dan. Uh, ja, kijk, organische meststoffen zijn vrij snel opneembaar. Dus op het moment dat de groei erin zit... Uh, ja, knalt het dan het beste, op en dan... Uh, dan is, die, is ook de plant binnen een week groen. Mm -hmm. Zeker, dus dat is, uh, dat is mijn tuinmoment. nou ja, top. Hoe staat het met jouw uh, tuin? Want uh, <laughs> ik was daar uh, laatst... En toen hebben we toch wel even... Ja, <laughs> nou hij staat er super strak bij. <laughs> ik, je hebt nog nooit zo'n strak geknipte klimop uh, haar gezien. Dat goed, hè? <laughs> ja, heel goed gedaan. <laughs> ja, dus uh, ik ben er heel blij mee. En uh, nou ja, inmiddels weet iedereen, ik heb de vaste planten allemaal laten staan. En dat bevalt me eigenlijk prima nog. Ja? Ja, nog wel. Dus, uh, ik had er wat moeite mee. Ja, het deed jouw pijn, ja, dat weet ik. Nee, ja, pijn wil ik ook weer niet zeggen. Ik, ja. ik, ik snap helemaal waar het vandaan komt, maar... Nee, goed. Ja, ja, maar ik kan het handelen. Ja, het ja mag. Ik mag. kan het handelen. Maar ik ben op dit moment vooral druk met de vogelvoerbakjes uh, 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 bijvullen. Voor de rest uh, doe ik niks uh, in de tuin. Heerlijk, heerlijk. Maar uh, de, de buxus is weg. Ja, ja je ja. wou dat toch nog even over ja, praten. Nee, <laughs> ja, zeker. Jij probeert hem te, te ontwijken. Ja, maar ja, we hebben hij hem is weg, Hij is weg. We hebben ja, ze alle minuutjes stil ik te ben houden. Daar ben heel blij mee eigenlijk nu. Ja, ja, het geeft heel veel ruimte en uh, ja, weer lucht voor wat nieuws. Eigenlijk ja. wat Kerry al zei. Ja, Kerry is echt trots op jezelf. Ja, die is heel trots op mij. <laughs> ja. nee, dus ik ben nog steeds... Uh, ja, ik heb uh, op Instagram gevraagd aan mensen van, joh, wat zal ik ervoor terugzetten? Je heel veel leuke reacties gekregen. Oh, leuke manier ook. En uh, ja, echt veel uiteenlopende, uiteenlopende tips. Ja, maar, het is nog uh, niet zo'n hele makkelijke plek onder die, uh, nee, die nee, naalden. Onder de naalden, half schaduw. Maar um, ja, ja ik, uh, ik hou jullie wel nog. op de hoogte wat het Want gaat je, je worden. Want jij hebt een, een, een Deutsjaar ook bedacht. Ja. Een roze. Ja. ja volgens mij moet hij dan wel een beetje zon hebben. Ja. En ja, wil je groen blijvend of bladverliezend? Is dan ook nou, raak, een ja, een beetje decoratief in alle seizoenen wil ik. <laughs> dat maakt dus, het ook Gewoon, uh, Gewoon zoals ja, iedere andere. rond bloei en groen Ja, alles. Ja, ja. ja bestjes ja. in de winter, alles. Ja, ja goed <laughs> ja. tegen droogte kunnen. Ja, en nattigheid. Ja, ja. Nou, wij, hebben, wat ik zeg, wij, wij krijgen die vraag ook regelmatig hoor. Um, wat moet ik er nou voor in de plaats zetten? Er is eigenlijk niet heel veel uh, wat, wat ja, zo, zo goed en zo snel groeit als een Buxus. Uh, voorheen deed, laat, laat ik dat erbij zeggen. Ja. Maar uh, wat ik zeg, bij ons is de Buxus uh, nou compleet weggevallen. Uh, wij hebben dat altijd als uh, ja, hardloper gezien in ons sortiment. Absoluut. Uh, in, in haagvorm, snoeivorm, noem het maar. En uh, ja, stikstofvreters noemen ze het ook wel. Het zijn echte harde groeiers. Ja. Um, maar goed, ja, uh, uiteindelijk heeft misschien wel die, die harde groei ook geleid tot, tot die schimmelziektes, waardoor ze wat vatbaarder zijn en uh, misschien de cellen wat, wat slapper zijn. Ik, ik, niemand kan echt het goede antwoord geven uh, waarom ze ook niet meer terugkomen. Maar uh, ja, wij hebben een heel sortiment aan uh, artikelen. En dan praat je over Japanse hulst, uh, eonimus. Uh, nou ja, we ja, uh, ja, moeten ja, wel dus even bijvoorbeeld Voor het beeld, dit was een solitaire kegel ja. van twee meter hoog. Ja. Um, dus ja, de, de, de kandidaat van. Nou, alles terug. ik wil er ook wat wil, iets wat natuurlijkers terug verzetten. Dus ik oh, ja. hoef ook geen lookalikes. Nee. nee, precies. Nee. Dan zou taxis als strakke vorm nog terug kunnen. Maar dat, als je dat niet wil, dan nee. 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 nee, nee, nee. Nou, ik, uh, ik hou iedereen op de hoogte. Maar ik ben, uh, ik ben er blij mee dat hij weg is. Het is een uh, last van mijn schouders. Ja. Echt? <laughs> ja. Ik vind het wel jammer. Moeten we moeten er. Uh, hoe is het met de slakken? Ja, op, zeg. Nou, we, gaan, uh, we gaan gauw met Dirk praten ja. over het onderwerp van vandaag. Dirk, welkom. Uh, pik ik hem nou van je weg. Ja, maar je mag. Ja? ja Oké, okay, sorry. Uh, eigenaar groencentrum Planten. Mede-eigenaar, ja. Mede-eigenaar. Met, met je broer, hè? Met mijn samen, ja. Klopt. Uh, ja, vertel eens iets over jezelf. Nou, ik ben Dirk, uh, Warmenam. Uh, wat ik al aangaf, ik heb uh, mijn achtergrond zit een beetje in de in de bloembollen. Zeg maar van huis uit um, komen uit de Bollestreek, um, zijn zeg maar via een omweg uh, in de beeld terechtgekomen. Via mijn broertje en zijn uh, netwerk eigenlijk en uh, hebben de kans gekregen om in 2008, uit mijn hoofd gezegd, uh, ja, dit groencentrum uh, over te nemen in te stappen. En uh, Ja, sinds die tijd zitten we daar, dus uh, het is, uh, het is ja, ik zal niet zeggen, helemaal hetzelfde, maar de. de ja, de, de mentaliteit en de, de, de hoe zou ik dat zeggen? Uh, ja, het is toch echt wel heel erg gegroeid. En uh, jullie doen wel veel om, het, om het, uh, de terreinen op te knappen. En, uh, nee, klopt. Door klopt. te groeien. Maar wat voor mij zo herkenbaar was, is dat zeg maar, wij, wij, wat, ik, uh, wat je in de bloembollen hebt, is zeg maar, uh, niet lullen, maar poetsen mentaliteit. Ja. En wij vonden het heel leuk om te zien dat, dat je dat bij die hoveniers eigenlijk ook hebt. het eigen, Hetzelfde slagvolk, zeg maar zeggen. Mm -hmm. En okay. uh, nou, dat, dat heeft ons altijd heel erg gemotiveerd om ons, heel erg ons best te doen voor die doelgroep. En uh, ja, daarbij zijn uh, bij de vorige eigenaar de particuliere klanten er ook bij gekomen. En ja? dat is in, uh, net, net in de crisis een beetje uit, uh, uit uh, armoede begonnen. Er werd eigenlijk tekort verdiend en... Uh, Zodoende hebben wij sinds die tijd dat concept zo overgenomen en uh, zijn daarop voort gaan borduren. Ja. En, uh, oh, hiervoor waren jullie alleen maar voor uh, professionals? Nou, de vorige eigenaar was eigenlijk in eerste instantie alleen voor uh, groen professionals, ja. uh, grote groenvoorzieners. En, uh, uh, oh, dat wist oveniers, ik Ja. Ja. dat ja. ja, zie je ziet best wel veel particulieren uh, lopen. Ja, ja. ja. en uh, dat, uh, ja, dat is de laatste jaren alleen maar toegenomen. Um, en ja, met wat ik net ook al zei, met name in de, in de begintijd van de corona uh, ja, heeft dat wel behoorlijke druk op ons uh, op ons bedrijf gelegd. Uh, wij waren er niet op voorbereid op die drukte. En uh, uiteindelijk heeft dat ook geleid tot, uh, tot het ja, fysiek scheiden van die twee klantgroepen om ze ook allebei wel goed te kunnen bedienen. Ja, ja, maar dat is wel fijn, want dan zie je inderdaad, uh, wat ik zelf eraan herken, is dat uh, dan gewoon de aandacht uh, krijgt. En, uh, want je bent minder open voor particulieren. Hè? Dat, uh, ja, uh, we zijn eerst begonnen met nog. maandag en dat, uh, maandag dicht voor particuliere verkoop. En nu zijn we zeg maar, uh, vrijdag en zaterdag geopend. En uh, ja, de, 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 de focus is dan echt met z'n allen uh, de klant goed te woorden kunnen staan. Ja. En Een particuliere klant heeft gewoon iets meer vragen en iets meer tijd nodig om uh, 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 tevreden naar huis te gaan. En de hovenier die weet vaak wel wat die komt doen. Ja. En wat kan een klant verwachten als hij bij jullie komt? <coughs> Waar scheiden jullie in? Nou ja, een groencentrum in de eerste plaats. Uh, groencentrum, uh, wij houden heel sterk vast aan dat principe van nou, groencentrum. Dus dat zijn uh, artikelen die de tuin ingaan. Groene artikelen en, en direct uh, gerelateerde producten zoals snoeischaren en een keer een plantenbak. Maar, uh, en een stukje advies en, en uh, goede begeleiding, zeg maar, tot aan uh, de tuin. Mm -hmm. en, uh, en het bezorgen ervan en... Uh, ...doorverwijzen naar een goede hovenier. Als wij een uh, klant hebben die een bepaalde vraag heeft... ...en je denkt, nou, die komt uit, uit die regio... ...en uh, je merkt dat ze vastlopen... ...dat ze zelf uh, het niet aankunnen... ...dan kunnen wij altijd uit ons zakelijke bestand... Uh, ...advies geven, ja. Advies ja. geven of doorver, 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 ja. doorverwijzen. Ja. 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 Want kweken jullie zelf mm. ook planten? Nou, van oudsher is dit bedrijf een, 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 ja, een... ...kwekerij geweest van 60 hectare. Dat is echt uh, immens, Zo. ja. ja. Behoorlijk of 40 tot 60 hebben gezegd. en ze stuurden ja, zeg maar. Planten de hele wereld over, en uh, het is, het is te, ja, ik meen ergens eind 1800 is dat uh, begonnen. En, uh, een uh, Marktkoopman uit Amsterdam, geraamd Groenewegen, die had een uh, ja, die was voorzitter van een vakblad, laten we maar zeggen. De, de groei en bloei van die tijd, mm -hmm. uh, die uh, had een relatie met, met kennis in, uh, in de beeld zitten. En dat was een, een, een baron, de Boetselaar heette die ook echt. Nou, ja, we wat wat zeggen, want die zit volgens mij, dat huis zit daar tegenover. Nou, de, ik, nee, dat is niet dat huis. Oké. Okay. Ja, het is Villa Linnaeus, maar. maar we gaan nu wel heel ja. erg. Uh, <laughs> ja, ik zie. Je. Hierdoor, uh, nou ja, zo is die, die kwekerij er ooit begonnen. Dus die man die is uh, voor zijn zoon een kwekerij op gaan zetten. En, en dat, zo is dat bedrijf begonnen. Er gingen 60.000 catalogussen de wereld over. Sorry. Van Iran tot aan, uh, tot aan ja, Rusland. Ja. Maar een, een lange historie. Behoorlijk, ja. Ja, ja leuk. Dat en heb wat, ook... is daar nu, wat doen jullie nu dan op dit moment? Wat is daar dan over? Ja. Ja? Ja, <laughs> uh, vier hectare, concreet. Uh, maar dan wel uh, containervelden. En een uh, klein randje kwekerijen nog aan de buitenkant. Waar we zeg maar de... Ja, we zullen wat mooiere, solitaire heesters, meerstammige bomen, uh, zelf opkweken. Um, dat was voor ons ook een leerproces. Wat doet het goed op onze grond? En we proberen niks te forceren. En, uh, nou, we hebben nu, denk ik, aardig de, 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 de smaak te pakken in de zin van het sortiment. We weten wat onze klanten ge gebruiken. Mm -hmm. uh, Want even voor de luisteraar, wat is een containerveld? Ja, een <laughs> goeie. Ja, een uh, containerveld is eigenlijk een. Uh, een uh, een product wat jaren rond geleverd kan worden. Hij is in pot doorgeworteld. En de plant heeft zeg maar geen last van de verplanting. Dus als je het hebt over. Uh, dus er zijn planten in potten. In potten, ja. ja. En dat kunnen heesters zijn, bomen, vaste planten. Vaste planten, ja, ja, alles. van alles. Dus ja. Een, ja, ik ken jullie natuurlijk. Maar uh, een deel van het assortiment staat in de potten. En ja. een deel staat in de aarde. Ja, en kijk. Uh, dat containerveld dat heeft dus meer omloopsnelheid. Dus je hebt minder hectares nodig om uh, ja, dezelfde hoeveelheid planten te kunnen leveren. Uh, en daarbij komt, ja, kijk, wij, wij doen een stukje handelskwekerij. Uh, dat wil zeggen, uh, wij kopen een boom met een kale wortel op in de winter. Potten we die op en dan is die medio juni, juli leverbaar. Is die doorgeworteld. Mm -hmm. En begint ons seizoen eigenlijk ook uh, vanaf juli, augustus. Um, en hoeven wij niet te wachten op de bomen die in het najaar pas leefbaar zijn, leefbaar ja. zijn met een kluit. Ja, ja. dus dat, dan ontwikkelt die plant zich bij jullie verder voordat je hem in de verkoop doet. Ja, en dus kunnen wij ons seizoen eigenlijk verlengen, dus de, de, de werkdruk spreiden. Oké, okay. ja. maar dat ja. betekent ook, uh, ja, daar zit dus veel meer ook achter. Hè? Als je een plant koopt op een bepaald moment, ja. realiseer je je vaak niet dat dit er nog achter zit. Dat het natuurlijk ook een bepaalde timing nodig heeft om verkoopklaar te zijn. Nee, klopt. En, en kijk, wij moeten wel heel goed opletten wat we daarin doen. We kunnen niet alles gaan kweken. Dus, dus, dus uh, gaandeweg de jaren zijn we er wel achter gekomen wat, wat onze klanten willen gebruiken. En hoeveel ze er ongeveer van gebruiken. En daar moeten wij slim op inspelen. En uh, tijdig inkopen. En uh, mm -hmm. zorgen dat het de, de staat als de klant het nodig heeft. Ja, dat is hè, Inderdaad, door, door alles in potten te leveren. Kan je. Uh... Praktisch het jaar rond kan je uh, kan en kan je planten. Ja. ja, maar wij hebben ook wel eens gezegd in podcasten uh, van als je naar een lokale kweker gaat, dan is dat is dan bij jou misschien iets anders, maar hè, of tenminste ga bij voorkeur naar een lokale kweker, want dan weet je ook dat die plant uit de grondsoort komt die jij zelf hebt, Klopt. waardoor de kans dat die aanslaat groter is. Maar, ja, maar hoe werkt dat dan bij jou? Want je ja. planten je, je hebt de planten niet zelf gekweekt, maar ze staan bij jou wel in de aarde. Ja. Nou ja, er is een soort van basisprincipe. Als jij een boom met een kluit op een wat lichtere zandgrond plant, zal die boom daar niet zoveel moeite mee hebben. Want die heeft een vrij zwaar wortelgestel. Op de klei maken ze meer penwortels. En die zal dan makkelijk doorgroeien. Maar ga jij een boom van het zand die van zichzelf een fijn wortelgestel heeft op de klei zetten dan verstikken die wortels in die zware klei, dus die combinatie gaat dan niet op. Maar ja, er zijn heel veel gevallen waar het gewoon wel kan. Hè. Uh, en wij kweken die producten in dit geval dan een paar bomen bijvoorbeeld uh, in een soort algemene grond. Die boom is gewoon doorgeworteld en uh, ja, die kan in feite beide situaties aan. Ja, oké. Okay. Ja, oké, okay, goed ja. om te weten. En ze zijn dus uh, al doorgeworteld. Dat wil zeggen, ze hebben geen onderbreking van de wortels. En, en een kluitproduct. Heeft dan vaak nog een tijdje nodig om dat wortelgestel eerst op gang te, te brengen. herstellen. En dan gaat die groei pas beginnen. En ja, dat zie je dan vaak. De kluid zegt wel het eerste jaar dat hij dan echt in zijn wortels moet uh, ja. investeren. Wat kleine, dat resulteert in wat kleiner blad en, Juist, en ja. uh, achterblijvende groei. Ja. En dan uh, die vraag krijg ik ook best wel veel, inderdaad. En dan uh, het jaar erop, dan gaat hij uh, gaat hij af, even zo gezegd. He. dan ja. is die klaar met, uh, met wortel, is die aangeslagen. En dan uh, ja, kan die gewoon in zijn ja. bovengronds... Uh. Een, een nadelig effect van een pot gekweekt iets. En dat zie je bijvoorbeeld vaak met, uh, met, uh, met bomen die wat langer in een pot staan, dan gaan die wortels, die blijven toch rondjes, ja, rondjes draaien. Ja. En op een gegeven moment dan is, toch, uh, is het op in de pot. Maar uh, dan wordt het een soort veldlaag aan de buitenkant. En dan, uh, ja, dan moet je heel goed opletten als je zo'n boom plant of, of, of uitlevert dat die. Klant die kluiten weer een beetje losmaakt. zodat die oh, Dat is goed dat je zegt. Ja, want ik heb inderdaad wel eens gezegd, hè, van als je de, de kwaliteit van een uh, plant wil, uh, wil controleren, of in ieder geval een uh, indicatie, uh, trek die kluiter eens af. Of trekt ja. trek die potter eens <laughs> af. Die ja. Ja, sorry. Is afzicht, dus, uh, ja, is een <laughs> Kijk meneer. <met> ja. <laughs> nee, trek die uh, potter eens af, dan kan je kijken of die goed doorgewot ja. is. Ja. Maar dat gaat dus niet altijd op. En kan nou, je dan bij elke kluit. Want ik heb uh, eigenlijk altijd wel geleerd dat je een kluit zoveel mogelijk intact moet laten. Uh. Ja, klopt. Nou goed, er is een, er is een categorie, uh, uh, noem maar Rodo's in pot, Roland Dendros in pot. Die hebben vrij fijn wortelgestel. Die zijn heel, ja, dat is een soort veeltlaag. En kijk, wij, uh, wij krijgen ook wel eens vragen terug van, ja, ik heb ze netjes uh, water gegeven. Uh, als zo'n kluit op een gegeven moment uh, bij de klant in de grond gezet wordt... en er is geen wisselwerking meer tussen de kern van de kluit en, de, en, en daarbuiten... Dan zuigt die kluit zichzelf een soort van vacuüm. Oh. En um, wat er dan gebeurt is eigenlijk, dan kan je hem water geven wat je wil. Uh, het water loopt er gewoon langs. Ja. Dus okay. hij zal je nooit, ziet het best hij zal wel vaak. Nooit meer verzadigen. Maar hoe nee. los je dat op als je een plant? Uh, wat, hoe zou je dat moeten oplossen? Nou ja, in ons geval moeten wij dat dan uh, goed, goed signaleren als een uitleveren. Uh, er zijn bepaalde productgroepen die daar uh, ja, gevoeliger voor zijn. Rode dendrons. Heideplantjes. Vooral heideplantjes, ja, daar adviseren we altijd mee ja. om te kneuzen. Dus die kluit een beetje. Te... En dan trek je de kluit een beetje uit elkaar. De ja. wortels trek je wat losser. Ja. Zodat de aarde die er omheen ja. ligt er beter tussen trekt. Ja, precies. Okay. En de zuurstof. Ja. ja, Ja, exact. Dat, dat heideverhaal, dat, is ook een, dat moeten wij onze collega's ook goed uh, altijd. Uh... Ja, je ziet het echt uh, bij, bij heides, inderdaad. Maar bij roddels zie je het. Uh, best wel vaak zie je dan verplanten pak je gewoon pop, pak je gewoon ja net of je nog het potje pot, uh... nou ja, net of gewoon het, als je hem een jaar of twee jaar later uh, eruit haalt dan uh, de eerste tijd dan kan hij nog wel teren op zijn op zijn voeding die hij dan in zijn kluit hebt op een ja. gegeven moment dan zie je de bladkleur teruggaan en uh, ja dan zie je hem een beetje verwelken en trek je hem eruit dan zie je dat hij eigenlijk helemaal niet is aangeslagen dan zie je dat helemaal geen 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 witte worteltjes en dan is die ja en als je dan inderdaad een paar keer snoeischaar erin haalt in die buitenkant Even kapot trekt en je zet hem dan weer uh, even in goede grond uh, ja. er weer in. Dan pakt hij het weer op? Ja, dan, dan eigenlijk gaat hij pas aanslaan. Mm -hmm. En dat zie je bij beide, inderdaad, inderdaad ook. Uh, ja, en, en onderdompelen uh, voordat je gaat planten. Dus, uh, ja, dan, dan is die kluit verzadigd en dan. Uh, dan, uh, ja, dan... Dan is de balans wat meer uh, in, in evenwicht. Nou, we ja. het daar toch over hebben. Je gaf ons ook net toen de microfoon nog niet oh, aanstond. Ik denk, ja, ik, ik ja, vond ja, één, ja. Één, één, één puntje een vond wel tip. genoeg. Ja. Een goede tip. Ja, ja, ja. Huh? Want je zegt inderdaad: heel belangrijk, poland onderdompelen. voordat je hem uh, gaat planten. Ja. Maar. Even voor jullie, Petra, doet ook beeld. Uh, ja, bedoel. ik doe ja, ook ja. een gebaar. Ja, 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 dat is heel. Uh... En, uh, maar uh, je zei net: uh, in ieder geval wat je niet moet doen. Nee, nee. Uh, Water in het plantgat gooien. Ja, <coughs> ja, ja. Ik, 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 jammer dat je niet. Want Peter geniet hier echt van. Dit is mooi. Je zou die grensjes moeten. <laughs> ja, zien, die ja. Feintje, <laughs> ja. ja. Nou, weet je, um, wij adviseren altijd. En we, kijk, wij hebben een, uh, een klantengroep die uh, bij wijze van spreken op het zand kan zitten of op de klei joost zit. Ook met name op het zand. zand ja. en, uh, daar zal dat niet zo'n probleem zijn, want het water wel wegloopt. Maar uh, als je op de klei zit, dan wordt het een soort van uh, waterbassin waar je die kluit in zet. En ja, vervolgens uh, ga je die grond ook nog een keer aanstampen. En dan slaat die grond rondom die kluit helemaal dicht. Mm -hmm. Wat eigenlijk een, uh, een slecht begin is, een slechte start. Is zonde, start. ja. ja, dus, ja. Uh, nou, ik vind het een supergoeie tip, want ik, uh, ik herken dat, het waterbassin. Hè, ja, maar, ja. Dat je dat creëert. En ik wist eigenlijk niet dat dat er ook niet uh, de bedoeling was. Dus nee, nou, die, nou, bij mij wordt het weer team. duidelijk dat, dat ik inderdaad echt een hoofd niet op het zand ben, want uh, dat is inderdaad waar. Ja, dat maakt dat, wel het uh, verschil. Ja, ja. Ja, ja. Dus op klei heb ik ook echt een andere broek gekozen, eerlijk gezegd. Ja, 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 ja. Onderdompelen tot de luchtbelletjes eruit zijn. En dan, uh, en dan, dan uh, is hij goed verzadigd. Christie verzadigd. Kan je ja. planten. Ja. Super zeg. Ja. En waar, uh, nou, waar moet je op letten als je planten gaat kopen? Kun je ons daar even meenemen? Uh, de, ja. de luisteraar gaat straks uh, in het voorjaar weer op pad. Uh, ja even los van uh, de smaak van de klant natuurlijk uh, jullie hebben het zelf ook wel eens aangegeven een goed wortelgestel in de basis is natuurlijk een goed begin um, ja uh, boven de grond zegt niet altijd alles um, ja wij hebben natuurlijk een assortiment uh, waarin we van uh, p9 de 9 centimeter potjes tot aan uh, ja zeg maar in de heesters tot 65 100 liter doorgaan ja, ik kijk altijd zelf heel erg naar de opbouw van de plant. En, en hoe loopt die uit in het voorjaar? Kijk, je kan in, in het begin van de winter vaak nog niet zien hoe die in het blad staat. Dus als je echt zelf je keuze wil maken, uh, ga gewoon naar het groencentrum toe of naar het tuincentrum uh, waar je graag komt. En, en, en kijk gewoon of die plant gewoon goed op kleur is. Uh, zijn blad uh, op, op goede grootte heeft. Ja, dat doe je en dus en, en de vorm maar. van de plant zelf. Ja, dat zie je mooi. Uh, aan alle kanten gelijk groeit en ja. dat er een mooie vorm in zit. Ja, en weinig waterloten. Eh. Ik moet, moet moet zeggen als mensen vaak zelf hun planten uitkiezen, dan pakken ze vaak ook wel de mooiste, de gezondste en, en de grootste uiteraard. En ja, weet je, uh, over het algemeen wat op het groen zit of op het tuincentrum staat, is wel oké, okay, is goed. Uh, de meeste problemen ontstaan vaak daarna. Hè? Wat wat doet de klant ermee? Gaat de plant die uh, uh, een fijn wortelgestel heeft op een zware grond komen? Ja. Dan kan een mooi uitgezachte plant ook uh, uh, ja, verkeerd uitbakken. Ja. Dus ja, daar ligt onze taak ook wel een beetje om mensen daarin goed door te vragen. Van waar gaan jullie iets nou neerzetten? Wat is de standplaats? Wat is de grondslag? Uh, staat hij op de wind? Ja, nee. Rode ondendros aan de kust planten. Ja, uh, ik heb de fout ook wel eens gemaakt om te zeggen dat kan, maar dat is gewoon ja, dat kan op een beschutte tuin in een beschutte tuin, maar niet vol op de wind. Mm -hmm. Dan kan je dus ook een gezonde plant uitleveren. Dan. Uh, ja, daar ligt ook een beetje onze taak om de klant daarin wel goed, uh, goed te helpen. Ja, wel adviseren. leuk ja. Ik heb nog wat uh, vragen eigenlijk over wat er met die planten gebeurt voordat ze in het groencentrum staan. Kun je iets vertellen over die keten? Waar komen die planten vandaan? Ja, dat is, dat is een, uh, een uh, verzameling van uh, ja, kwekers uh, in combinatie met ervaringen die wij daarmee hebben. Um, ja. Um, Heel divers uh, vaste planten hebben wij bijvoorbeeld vier, vier leveranciers voor. Uh, de ene is voor de, voor de, voor de massa, die, uh, die kweekt min of meer op contract voor ons. En uh, daarmee dekken we ongeveer 70% van de, van de verkoop af. De andere kweker is heel goed uh, gespecialiseerd in visueel. He, dus uh, die, die kweekt de plantjes iets, ja, iets netter in de kas. Waardoor ze wat, ja, bijvoorbeeld voor een carex of zo is dat wel belangrijk. Of een liriopen of, een, uh, Liriope of uh, die. Uh, die keuze maken op basis van hoe de kweker ook een beetje ingesteld is. Uh, we hebben ja, uh, groen blijvende mediterrane bomen. Uh, kopen we zelf in Italië. Uh, we gaan dan twee keer per jaar uh, zelf onze producten afhangen. met labels in Italië. Bij Zou ik de... ook doen? vier vijf verschillende kwekers ja dat kan echt een hoop belang. ja ja absoluut <laughs> cool, ja ja dat kan hoop misgaan ja dat klopt en uh, dat is het ja weet. maar als, als je mij zo vraagt van uh, planten kopen in Italië stuur een fotootje of kom even langs dan zou ik het ook wel weten dirk ja. ja het is niet het is niet alleen maar uh, limoncello drinken hoor het is, nee, nee, nee. <laughs> nee. Nou, het is, het, is, het, het, het is leuk. Het is vooral leuk omdat je contact hebt met je leveranciers. Er ontstaat een relatie. Um, je weet op een gegeven moment van elkaar wat je, hè, wat je van elkaar kan verwachten. Um, en dat is ook wat misgegaan. Op een gegeven moment ja, merk je van nou, dit gaat hem niet worden. Dan stop je daarmee. En zo hebben wij een heel bestand. We halen bepaalde rodes uit Duitsland. Die worden echt op, uh, op echte turfakkers gekweekt. En die worden extra vaak geknipt. Dus daar krijg je hele mooie compacte planten van. Nou, die verkopen wij als een soort van uh, ja, premium rodo. En uh, ja, daar is bij ons in de buurt gewoon markt voor. Wij zitten tegen Utrechtse Heuvelrug aan. Er worden veel rodo's geplant. Ja, daar moet je dan wel een beetje in uh, voorzien. Mm -hmm. Ja, dus het is. Uh, hoeveel procent van jouw inkoop mm. komt dan uit Nederland? Uh, ik denk wel 80. Oh, Oké. Okay. 70, 80. Ja, dus ja. het is al best wel lokale, Nederlandse keten. Met de uitzondering ja. dan van natuurlijk mediterrane planten en zo. Ja, en de ja klopt. Ja. nou We hebben dus Duitsland, Italië, um, uh, boskoopomgeving. Van oudsher natuurlijk uh, de bakermat van de tuinplanten. Um, en en Zundert, Haren, hè, Brabant, die kant op. En ja, ook omdat daar natuurlijk ook wel veel weer op, op zand gekweekt is. En dat je ja. boskoop weer niet hebt. Ja, nou in het Zundert-hoekje uh, zit zeg maar veel bosplantsoen, haagbeplanting, beukjes, uh, dat soort uh, ja. uh, meidoren. Ja. Hey, en let je dan ook op, wat, wat ook wel steeds meer uh, trend is natuurlijk, is uh, ecologisch en biologisch. Mm -hmm. uh, Doen er daar ook wat mee? Nou, we staan er op zich wel voor open. Uh, alleen, de, ja, kijk, uh, wij kregen die vraag laatst ook van iemand. Ja, wij willen vaste planten die uh, biologisch gekweekt zijn. En um, nou, ja, wij zijn afgelopen zomer met ons personeel zijn we ook uh, naar onze vaste planten kweken gegaan. En ook die vraag gesteld van, nou, hoe, hoe, zien jullie, hoe staan jullie daarin en wat is biologisch? Alsof, ja. Wij spuiten eigenlijk niet. Dus jij zegt, ja, hoe biologisch wil je het hebben? Ja. Maar goed, ja, weet je, ik heb ook laatst een programma gezien op televisie waar ik uh, ja, daar had ik wel een beetje een nare smaak van in mijn mond. Dat, ja, dat, dat, ik meen dat dat sembla was. En dat ging over uh, de, de, de kweken die dan een bijvriendelijke tuin ging aanleggen. Of de kweker die een bijvriendelijk sortiment had en allerlei mooie etiketjes erop geplakt. En... Ja, toen werd toch even verteld van ja, meneer, maar als er rups in zitten, dan, uh, dan spuit ze dood, hè? En ja, die man, die stond ook letterlijk met zijn mond vol tanden, ja, die, die spuit ik van dood. Maar rupsjes worden vlinders, toch, meneer? Ja, weet je, um, daar heb ik dan een beetje moeite in mee, want dat is een vooringenomen standpunt. En uh, uh, weet je, die man, die doet ook naar eer en geweten, probeert hij daar ook een beetje mee te gaan. Maar uh, die butler in dit geval, die volgend jaar in de tuin staat, die zal nooit meer gespoten worden. En die zal volgend jaar gewoon weer bijtjes aantrekken en, en, en vlindertjes. Dus ja, of die daarvoor gespoten is, ja, het zal. Maar goed, waar ligt de waarheid? Hè? Wij merken ook heel vaak klanten die, uh, die bij ons komen, die laten de bomen die, uh, die een beetje meeldauw hebben. Of die uh, een paar luidjes hebben, laten ze staan. Ja, maar dat is, dat is uh, toch gewoon de praktijk. Ja. ja, ook de mensen die best wel een grote mond hebben over biologie. Dus wij staan daarvoor open. Maar uh, ten eerste willen mensen niet meer betalen voor iets wat minder. Nee. Uh, mooi is. Dat is, uh, dat is het inderdaad. Ja. Uh, wat dat betreft is er best nog wel een lange weg te gaan. En die weg... Uh, die is... zeker niet eenvoudig. Daar hebben we het vorige keer ook al een keer over gehad. En uh, ik ben daar niet... ik sta er zeker niet op uh, tegen. Ik vind echt wel dat er een hoop... Uh, te verbeteren is. Alleen we moeten ook niet rooms zijn aan de paus. Dat het... Uh, ja. Ja, de praktijk is ook gewoon dat het niet altijd ja, ik, gaat of niet ik, ik altijd. Zie echt hele positieve ontwikkelingen. Met name in, in, in de tuinplantensector. Echt hele positieve ontwikkelingen. Dat, dat... Wat bedoel je dan? Nou ja, we zijn afgelopen zomer gaan we onze haagplanten vastleggen. Hebben we afgelopen zomer ook gedaan met een kweker. En ja, dan heb je natuurlijk bepaalde onkruidbestrijdingsmiddelen die in het verleden nou ja, over het gras heen gespoten werden. Uh, er zijn nu gewoon portaaltrekkers die gewoon echt met hele lage doseringen. nog 10% van wat ze vijf jaar geleden deden. de middelen gebruiken. En het perceel is brandschoon. Dus die kwekers willen allemaal echt wel. Ja. Er zit niemand te wachten op een uh, hoge rekening van meststoffen. Of, uh, of bestrijdingsmiddelen. Echt niet. Alleen, ja, uh, we zijn in Nederland ook. Uh, we willen ook voor een dubbeltje op de eerste rij zitten. En dat is zelfs met de koeien: hè? de koeienmelk. Melk mag niks kosten. Maar uh, goed, ja. We halen hey, het wel het maximale uh... rendement uit die mm -hmm. beesten. En dat is vaak een beetje de, 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 het spanningsveld. Ja. Maar goed, uh, wat ik. Er is wel een beweging in. Er is een beweging. Uh... Je, je, krijgt nu, uh, je krijgt nu gewoon precisielandbouw. We hebben één leverancier die, uh, ja, die gaat met de techniek vanuit fruitteelt. Gaat hij over de percelen heen? Die telt het aantal planten. Die kan op drie centimeter nauwkeurig de hoogte van de planten inmeten. Op GPS is dat allemaal opgeslagen. Uh, hij kan zien wat de zuurgraad van de grond is aan de linkerkant van het perceel en aan de rechterkant. Dus waar ga ik de zuurmin in de planten zetten? Ook daar, want ja. daar is de grondslag beter. Ja. Ontzettend leuk om te zien, want er zit niemand te wachten op op, op opbrengsderving. Maar waarom zou het je het jezelf moeilijk maken? En, en een drone drones zijn daar een hele goede aanvulling in. Ja. ja. Nou, ja wel ja, leuk dus om te horen. Met de techniek de... Kun, je, kun je ook een hoop doen op de duurzaamheid. Ja. 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 ja zeker ja. heel veel. Zie je nou. nog andere trends uh, die? Uh, ja, die nu in opkomst zijn, um, ja. Het is, is de laatste paar jaren hè. de vergroening zien wij ook wel. Hè. Dus uh, het uh, steen het eruit op, opvangen van water. Dat is waarschijnlijk bij jullie wel een keer de revue gepasseerd. Mm -hmm. uh, ja, mooie meerstammige bomen, een mooie solitair toch ook wel in terras. Um, lijbomen is bij ons een echt een heel heel groot artikel. Ik hoorde jou eens over vliegmappers praten. Vliegmap, ja, ik vind al, wel dit is misschien klinkt wat maar iedereen weet wel gelijk wat ik bedoel. Ja, nou goed, wij moeten ons brood ermee verdienen, maar uh, het is bij ons een, nou het is grappig dat je het erover hebben. Uh, wij hebben ook een leverancier waar we goed contact mee hebben en die zit echt helemaal in het noorden van het land en daar zijn de huizen. Groter, maar ook de tuinen vooral veel groter. Hij zegt, ik verkoop geen één lijnboom. Geen één groene lijnboom. Nee, nee. <laughs> het is meestal bedoeld om het uitzicht van de buren te belemmeren, toch? Ja, ja ramen weg te dekken. Ja. Dus, uh, ja, in de, in de, 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 de grote steden, dan, daar worden de huizen op zich nog best groot gebouwd. Alleen de perceeltjes worden kleiner. Ja. Dus de privacy wordt belangrijker. De, de, de tuin is het verlengstuk van de kamer en... Uh, dan zie je toch dat dat bij ons wel een, een ja ik zeg we verkopen er 600 tot 800 per jaar groen ja. blijvende ja maar je gebruikt gewoon best wel vaak en ja. ja, ik heb dat zelf ook dat uh, ja, het is gewoon een heel makkelijk product om veel ja. te bereiken ja. ja dat is het uh, ja zonder dat, is, dat je vliegen is, dus ik vliegen met personeel nee ja. maakt niet uit hoor. ik blijf het ook doen Want Echt? iedereen weet gewoon precies wat ik bedoel ik voel me niet beledigd iedereen me. weet wat je doet we zijn Daar niet hangt die baranke aan de muur trouwens ja, 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 ja dat dus ziet <laughs> maar toch, die is dood fike, uh, die is ja. dood ja. <laughs> um, nog meer? Um, ja, vaste planten ook. Ook toch wel. Uh, daar valt heel veel mee te doen hè? in de zin van uh, het, uh, het onkruid houden van een tuin. Een slim plan uh, voorziet daarin. Uh, mensen waren natuurlijk wat geneigd om te denken dat die stenen de oplossing waren. Maar goed, ja, de algen en de, en de onkruidrandjes. Uh, ja. ja, zijn meer werk dan de vaste planten. Ja, als het goed in balans is dan. Ja. Uh, ja. ja. Nou, goed om te horen. En, uh, Jij ja, wil afronden? Ja. Ja, nee, dat is ook nodig. Want anders moeten we een deel twee uh, moeten <laughs> ja. knippen. Ja, ja ik merk natuurlijk ook wel. Ik vond het echt super interessant. Ja, we ja. kunnen hierover blijven. Uh, ja, blijven nou, door, goed, uh, zeker. Leuk. Ja. Leuk om hier te zijn. Ja, mooi zo. Goed om te horen. Tuin ja. favoriet? Ja, Joost. Of voor koffie? Nee, we gaan uh, toch eerst de tuin favoriet doen. Ja? Ik ben hey, benieuwd goed. wat je hebt uitgekozen. Ja, de miskantes. Hij staat nog zo mooi. Ja. Het is een uh, prachtriet. Prachtriet, Nederlands naam? Een grassoort? Uh, het is een grassoort. Ja, ik, daarom heb ik hem uitgekozen, want uh, het is, er gebeurt niet zo heel veel in de tuin. Maar dan, dan vallen die, die grassen uh, vallen des te meer op. Ja, hoe hoog wordt deze uh, grassoort ongeveer? Ja, je hebt ze van 70, 80 tot 2 meter, zeg ik dat goed? Uh, ja, zeker. 5 ja, tot 2 meter. Zijn ja. De, ja. Dus, ja, dus je hebt ze wel voor, voor, uh, voor elke tuin eigenlijk wel. Ja, ja miskant zijn er heel veel soorten van, hè? Ja. Die geeft ook nu een mooie structuur aan de wintertuin. Ja, daarom. En dus, uh, je, uh, het valt op dat. Vooral met name de miskantes uh, Gewoon heel goed overeind blijft staan. Ja. Dus dat, uh, daarom kies ik hem, uh, ja. 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 hem ook veel. Dus ja, echt voor structuur is die. Uh, voor de winterbeeld is die echt heel mooi. En de mooie pluimen. Ja, ja wanneer ga je hem nu afknippen? Want uh, dat moment nadert. Ja, meestal doe ik dan als je de eerste groene, groene sprietjes ziet. Dus dat is. Uh, en ja, als dat in februari is, dus nog even wachten. Ja, ja. Uh, en wees niet bang om ook die groene sprietjes die keuken gewoon rustig afknippen. Uh, dus ja, een beetje eind maart. Zoiets. Ja, heb je daar nog speciale tips bij? Uh, ik ben zelf altijd uh, bang om hem te laag af te knippen. Nou, het kan niet zo, ja, uh, een centimeter of tien. Vuist hoog. Ja. Oh, vuist hoog. Oké. Okay. Alles boven je vuist afknippen. Oké. Okay. Ja. Nou, top. Bam. Leuke tuinfavoriet. Dankjewel. Ja. Nou, uh, Dirk, ik wil je natuurlijk bedanken voor je komst. En de koffie Dag, van Kokotte, Alsjeblieft. Dankjewel, je wel. Dank je wel. Nou, die, uh, uit Cuba. <laughs> ja, deze, <laughs> deze wel, <inderdaad, laughs> ja, ja, dit ja. keer wel, ja. Uit Huizen. Uit huizen? <laughs> okay. ja. hey, Dankjewel. Uh, leuk dat jullie mij uitgenodigd hebben. Ja. Leuk uh, om er een keer mee te doen. Ja, zeker. Nou, wil je alle informatie uit deze podcast teruglezen? Dat kan natuurlijk op onze website. www.tuinierkwartier.nl. Daar vind je onze show notes. En uh, ja, volg ons natuurlijk op Instagram, tuinierkwartier.nl. En we zijn ook benieuwd of je nog vragen hebt aan ons of tips voor leuke onderwerpen voor een volgende aflevering. Of voor de plant van uh, Petra. Uh, ja, dat ook. De plant van de buxus. Precies. Nou, dan kun je ons natuurlijk mailen naar Petra of naar Joost@tuinierkwartier.nl. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.